Anna, we moeten gaan, anders kom je te laat voor de kleuterschool. Ik wil niet vandaag. Ik speel liever thuis met mijn pop. Je kan de hele middag met je pop spelen. Kom, nu. Dat is gemeen. Altijd als ik leuk speel, moet ik gaan. Ik heb je een broodje ingepakt. Ik hou niet van beboterde pretzels. Dat kan niet. Je hebt altijd graag beboterde pretzels gegeten. Ik ben nog steeds zo moe. Het is al 9:30. Kom, laten we gaan. Het is zo saai op de kleuterschool. Oh, kijk. Wat doet de vrachtwagen hier? Het lijkt erop dat de speelgoed wordt afgeleverd. Daar ben je eindelijk. Goedemorgen, Anna. Hallo, mevrouw Fischer. Kijk, Anna, wat de mannen hebben omgebouwd. Wauw, gelukkig kwam ik vandaag. Doei, Anna. Mevrouw Fischer, wanneer kunnen we eindelijk van de glijbaan? Alleen wanneer de vakman alles heeft beveiligd. Duurt dat lang? We spelen zo lang hier. Mogen we meedoen? Oké, kom binnen. Zo, nu mag het worden gebruikt. Ja! Ja! Kijk, nu kunnen we wegglijden. Langzaam, langzaam. De een na de ander. Wacht even tot ze boven is. En dan kan jij in de rij. Mevrouw Fischer, hier ligt nog een werktuig. Ik gooi het naar beneden. Nee, Paul! Je kunt het niet zomaar gooien. Stel je voor dat er net iemand onderloopt. Jordi. Gaat het? Ik kan niet op de touwen. Dat is gemakkelijk. Dit is hoe je het doet. Hé, dat wil ik wel. Dat is gemeen. Trouwens, jij bent veel groter dan ik. Ik zou je helpen, Anna. Haha, ik kan schommelen. Mevrouw Fischer, kan je alsjeblieft helpen om de ballen binnen te dragen? Ja, wacht, ik help je. Kinderen, ga alsjeblieft opzij. De ballen moeten hier nu allemaal in. Mogen we helpen? Ja, je kunt de ballen achteraf verdelen. Wat is er gebeurd, Anna? Laat eens zien. Ben je op je gezicht gevallen? Open je mond alsjeblieft. Ach ja, de tanden zijn goed. Gewoon een beetje je kin geschaafd. Het komt weer goed. Arme Anna. Kijk, het is gestopt met bloeden. Het is het beste om een pleister op te doen. Oké, het doet niet zoveel pijn meer. Geweldig. Misschien kunnen we nu beter iets anders spelen. Ja, misschien moeten we doktertje spelen. Goed idee. Mevrouw Fischer, Anna en ik willen dokter spelen. Mogen we misschien wat gips hebben? Ja, hier. Bedankt. Dag.
Nou, ik ben de dokter. Ik moet eerst naar je hart luisteren, Anna. Hallo, Anna. Wat is er met je gebeurd? Ik heb mezelf pijn gedaan. Ik bloedde zelfs. Oh, jeetje toch. Wat heb je gedaan? Ze was aan het spelen en heeft haar kin geschaafd. Alle andere pleisters heeft ze waarschijnlijk van dokter Evie gekregen. Ah, gelukkig. De kleuterschool is nog mooier geworden en alle kinderen hebben veel plezier. Nu kunnen ze hier spelen, zelfs met slecht weer. We hopen dat je deze video leuk vond. Hier zijn een paar andere video's van ons. Hier kun je verder kijken. Ik hoop je snel weer te zien. Doei doei!